Suriname heeft een aantal miljoenen toegezegd gekregen van de Inter-American Development Bank. Dit zei financiënminister Armand Achijbersing vanmorgen voor aanvang van de Raad van Ministers. Dit geld zal vooral als budgetondersteuning voor sociale projecten worden gebruikt. Wij hebben toezeggingen van IDB voor steun van 500 miljoen nadat de boordapproval van IMF verkregen is. Maar daarnaast hebben we nog 70 miljoen toegezegd gekregen dat niet afhankelijk is van IMF. En die gelden mogen we dus inzetten voor bepaalde sectoren. Ondersteuning van budgetondersteuning, dus sociale programma's in onderwijs, dat soort sectoren. Achijbersing zegt dat de economie zich langzaam maar zeker stabiliseert. Hij benadrukt dat de samenleving niet moet vergeten dat het economisch herstelplan is goedgekeurd door het Internationaal Monetair Fonds. Het wachten is op een brief van de schuldeisers om aan te geven als zij willen meewerken met het herstructureringsplan. Wij wachten nog op boordapproval van het macro-economisch raamwerk. Dat is in principe af. Eigenlijk wachten we op een brief van China waarin ze zeggen, laat me heel concreet zijn om geen misverstand te creëren. We wachten op een brief van China en een van India, omdat ze schuldeisers zijn van Suriname. Waarin deze twee landen zeggen dat ze zich kunnen terugvinden in het macro-economisch raamwerk. En met name het schuldenherstructureringsplan, wat daarin is opgenomen. En dat ze gaan meewerken aan wat men zo mooi zegt in Engels, debt sustainability. Als dat binnen is, hebben we board approval. Maar ik ga het zeggen in het Engels, we're stuck between politics. En dat moeten we zien op te lossen. De minister zegt verder dat er gewerkt wordt aan de aflossing van de grote schuld bij de centrale bank. Wat betreft de andere lokale banken is afgesproken dat de schulden eerder afgelost zullen worden, omdat ze niet zo fors zijn in vergelijking met die bij de moederbank.